Even kijken. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Kees Willem Rademakers van de Hogeschool van Amsterdam. Ik doe al sinds 2015 onderzoek naar het voedselsysteem, vooral het logistieke voedselsysteem. En sinds 2018 ook actief op de Zuidas en voor het eerst ook Marjan ontmoet en geïnterviewd over hoe Circle dat aanpakte, die contacten met regionale leveranciers. En toen de tijd was het nog van, nou ze komen maar binnen en we zien wel, en nu wordt er al gebundeld. Dus dat is super gaaf om te zien dat in, nou wat is het, 2-3 jaar tijd dat er zo'n overgang gemaakt is. En die overgang is heel belangrijk, want niet alleen Circle als innovatieve hub moet dit gaan doen, maar eigenlijk moeten elke voedselactor in de stad, horeca, catering, leverancier, groothandel, die zou hier aan mee moeten gaan werken. En niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar vooral ook om business cases rond te krijgen voor het slimmer bezorgen van goederen die ook voornamelijk uit de regio komen. Dus logistiek is een heel erg belangrijk ding, maar het leven is wel zo dat logistiek, daar begint het niet mee. Dat is zo jammer, want je zou zeggen, we hebben als doel goede logistiek neer te zetten. Nee, maar logistiek is altijd een middel. En het is ook geen sexy onderwerp, het wordt liefst genegeerd of een beetje, ja, dat doen we er wel bij. Maar het is ontzettend belangrijk. En, maar nog belangrijker, om onze transitie te maken naar een nieuw voedselsysteem, in dit geval. En nu valt het allemaal mee, hè? En korte ketens zijn allemaal aaibaar en schattig en leuk en dan vallen er weer een paar om en dan komen er weer bij. Maar de ambitie, we hoorden het Erik net zeggen, is dat in 2030 een veel groter onderdeel van onze agrarische sector voor de lokale markt levert. En hoe gaan we dat met z'n allen doen? Want hier hebben we een beetje de voedselactoren van de metropoolregio in kaart gebracht. Dit is een heel complex systeem met internationale supply chains, met lokale supply chains, grote volumes. En daar komen wij dan doorheen van ja, deze kleine initiatieven die moeten op een gegeven moment overgenomen worden, opgeschaald worden in die grote ketens. Of met de grote ketens, of misschien deels grote ketens vervangen. Nou, dat is heel interessant en heel lastig. Gelukkig hebben we dus sinds 2020 de Taskforce Korte Ketens die in de metropoolregio actief is. En die hebben een hele roadmap gemaakt, hoe gaan we hier naartoe komen. En voedsel voor de stelling, dat is de eerste stap zeg maar voor de metropoolregio Amsterdam om tot die roadmap, tot de doelstelling van die roadmap te komen. En we zien dat in 2025, nou dan moet al een heel nieuw regionaal voedselsysteem zijn opgericht. En logistiek is daarbij een heel belangrijk punt. Dus dat is dus, ondanks dat het niet het doel is logistiek, is het wel dus een heel belangrijke tool om tot deze transitie te komen. En wat we ook geleerd hebben in veel stadslogistiek onderzoek gedaan, wanneer worden ondernemers, wanneer worden leveranciers wakker over dat er iets met hun logistiek moet gebeuren? Eigenlijk altijd als het te laat is. Dus als een stad of een straat al afgesloten is, of als de kosten al de pan uitgerezen zijn. En dan zeggen ze, oh, we moeten toch wat anders gaan doen. Nou, gelukkig rondom voedselsystemen lijkt dat nu wel anders te zijn. En ik hoop dat de energie die er nu is, dat die voortgezet gaat worden. En de eerste grote stap die we als hogeschool met Local to Local en de Zuidas gemaakt hebben, is dus het project waardoor jullie hier vanmiddag zijn. En eigenlijk hebben we gesteld, in het begin dit jaar, we gaan 25% van alle producten die hier gegeten worden, van lokale oorsprong laten zijn. Dat is voor de Zuidas. We lopen voor op wat Amsterdam wil. En dat doen we niet voor niks. Nee, het is hot and happening. We moeten het sexy maken. Ook logistiek probeer ik voor mijn studenten altijd sexy te maken. Lukt niet echt. Maar het is wel belangrijk. En als je dan een paar studenten zo gek krijgt om dat te laten zien, ja, dan vinden ze het fantastisch en willen ze heel graag. En ik denk dat we dat ook met deze voedsel, met deze korte ketens moeten bewerkstelligen. En we worden geholpen, want de voedselstrategie en de stelling, voedsel rond de stelling hebben we het net over gehad. Maar de Floriade staat ook in het teken van korte ketens. En MCM Food Capital, Amsterdam 750 jaar, staat ook in het teken van hoe voedt Amsterdam haar bewoners. En korte keten, duurzaamheid. Amsterdam op de kaart zetten letterlijk. Dus dit zijn allemaal sexy evenementen en initiatieven die ervoor zorgen dat onze korte ketens nog een zetje in de rug gaan krijgen. En wat onze hele visie daarop is, dat de Zuidas het boegbeeld wordt voor de stad. Want we weten dat we op ego moeten inspelen. Dus dat doen we ook graag, want het is heel functioneel op dit moment. Dus er zit hier, en niet alleen dat, want er zit hier heel veel high-end horeca en catering. Dus het is ook een reden, en er is geld, en er is bewustzijn en mogelijkheden om juist iets duurdere of iets lastigere producten aan de man te brengen. En daarbij, het gebeurt al. Bolenius, die heeft zijn eigen moestuin hier in de buurt. Nou, Circle hoeven we het niet over te hebben, die is al vrij lokaal. Dus er is ook een goede voedingsbodem. Nou, en als je dat bij elkaar optelt, zeggen wij, vanuit die basis hebben we twee tracks die we op dit moment volgen. De eerste is links, bewustwording, bewoners en werkenden.
Pop-up proeverijen. Goh, ja, dat, we hadden het vorig jaar al bedacht. Reverse marketplaces, daar gaan we straks meer over horen. En de Zuidas op de Box, degene van de Zuidas hebben daar waarschijnlijk al van gehoord. Of misschien al uitgegeten zelfs. Dus dat is de eerste track. En de tweede is meer het zorgen dat er lokale producten in het assortiment van de kantoren hier komen. En van de horeca hier komen. En dit is het allerlastigste. We zijn hier druk mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Maar we merken, want dit wilde ik vooral, want daar zit logistiek. Maar we zitten nog vooral hier. En het idee is om dit met elkaar te gaan combineren. En daarom is deze dag zo belangrijk. Omdat dit een volgende stap is om te zorgen dat ook facility managers met hun directie en vooral met hun medewerkers dit gesprek aangaan. En zeggen, hey, wij willen gewoon meer korte ketenproducten hier. Hoe doen we dat? Wat voor businessmodel zit erachter? Hoe zit het met onze tenders en contracten? En dan, hoe gaan we dit doen? Nou, daar staat deze coalitie of the willing. Die staat hier al klaar, die zit hier vooraan. En daarna komt de HVA daarom toe kijken. Oh, we hebben ook logische concepten nodig. Dus het is in ons, in mijn primaire zelfbelang, dat jullie met z'n allen meer lokaal gaan eten. Dus dat is mijn uitnodiging voor jullie. Want we moeten op zoek gaan naar gedeelde belangen. En dat we die ook naar elkaar uitspreken. En dat is dus wat we gaan doen. En om dat te laten zien, ga ik jullie even meenemen in de wereld van de logistiek. Hoe dus logistiek een middel is. En dat is dat lastig om een presentatie te maken voor niet-logistieke dingen die wel over logistiek moeten gaan. Dus ik hoop een beetje... hoe zou ik het zeggen? Een beetje hoog over te blijven, dus niet al te technisch te worden. Maar wel te zorgen dat jullie begrijpen, twee dingen, dat logistiek super complex is, maar ontzettend noodzakelijk. Maar nog belangrijker, dat wij de eters de sleutel tot verandering in handen hebben van logistiek. En van eigenlijk ons voedselsysteem. Want dat ziet er zo uit. Deze persoon is jullie wel bekend, want dat zijn wij. En wat doen wij? Behalve dat we veel geld hebben en heel graag willen recreëren, eten we ontzettend veel. Eigenlijk wel te veel, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat is een andere discussie. In ieder geval, wij eten veel. En het lijkt erop dat we steeds meer willen eten. Dat is niet eens het ergste. Maar wij willen ook nog eens heel een gezonde levensstijl hebben. En we willen ook heel erg duurzaam zijn. En dan zeggen ze, ja, maar ik wil wel op mijn wenken bediend worden. En ik wil service wanneer ik het op mijn moment uitkomt. Dus... ik wil wel duurzaam zijn, maar ondertussen moet de wereld wel om mij draaien. Dat is een beetje een dilemma. Maar dat is wel hoe wij als burgers nu in het leven staan. En aan de andere ene kant zien wij voedsel als een ervaring. Dus als ik het op zo'n moment moet voedsel iets geweldigs zijn waar ik me goed bij voel, gezellig met vrienden en het moet iets bijzonders zijn. En aan de andere moment, dan moet het juist tegenovergestelde zijn. Het moet snel, simpel, safe zijn, want ik moet werken tot 8 uur 's avonds. Vooral hier lijkt mij dat gebeurt. Dat moet zorgen dat het altijd beschikbaar is. Dus hier ook zie je weer een dilemma, een soort tegenstelling in het gedrag van ons. En waar leidt dat nu toe? En nu is het dus het probleem voor waar ik me heel druk mee bezig hou. Dat er steeds meer logistiek benodigd is. En dus ook als we steeds lokaler willen gaan eten. Dit is het issue. En hiermee wil ik laten zien dat willen wij iets aan de stadslogistiek gaan doen. Of aan voorrading. Dan moeten we iets aan ons gedrag doen. Want als wij anders gaan eten, dan wordt dit ook anders. En daar staan we als consumenten, denk maar eens aan wanneer je voor het laatst bij bol.com wat besteld hebt, dat je daar niet te veel mee stilstaat. Ja, je wil nog een eurotje extra voor groene bezorging betalen, maar je gedrag veranderen hierin, dat is gewoon lastig. Nou, in 2019 en 2018 hebben we dus onderzoek gedaan met studenten en collega's naar wat gebeurt er dan op de Zuidas rondom die horecalogistiek. Is het nou veel? En ja, het is meer dan gemiddeld in Amsterdam. Dat is niet zo gek, want ongeveer een horecaondernemer krijgt iets van 17 leveringen per week. En ongeveer 7 leveranciers per horeca-ondernemer. Maar Bolenius of Circle, die zit al rond de 30. Dus dat is echt al een stuk groter. Dus er gebeurt heel veel qua horeca-logistiek hier. En dat laat zien, nou, daarna de volgende vraag was, willen jullie mee veranderen qua horeca? Willen jullie gebundeld gaan inkopen? Slimmer jezelf laten bevoorraden? En dan was het antwoord stevast, ja, maar nu niet. Het is 3 jaar later en dit is nog steeds, ja, maar nu niet. Dus dat is in het oude systeem, pre-corona... veranderde eigenlijk niks, terwijl we langzamerhand wel zicht hadden dat het probleem er was van stadslogistiek en horecabevoorrading, dat het ook steeds groter werd. Maar de wil, de zin om te veranderen, de mogelijkheid om te veranderen, waren heel klein. Toen dachten we, vanaf vorig jaar, dan gaan we niet meer op de horeca focussen, maar op de catering. Want corona is geweest, is nog bezig op een bepaalde manier.
En er is iets behoorlijk ernstigs geweest in de catering in de wereld. En dit is natuurlijk behoorlijk traumatisch en dramatisch, maar het kan misschien ook een kans zijn voor een nieuw begin. Want wat zien wij nu in de cijfers rondom de hele foodservice en retail? Dat er is een grote dip geweest, maar de verwachting is dat we over een jaar of 3-4 weer 15% meer eten dan dat we nu doen. Of in de coronatijd gedaan hebben. En ook in out of home, dus foodservice, zie je dat het herstelt nou 11% groei weer. Ten opzichte van 2019. Alleen wat zien we in de cateringwereld gebeuren? Nou, hopen niet, maar dit is de verwachting. Dat we nog maar op 84% van de volumes van het omzet zitten als in 2019. Dus er is er iets aan de hand in de catering. Dat, voor de lange termijn. Eigenlijk kun je zeggen, de catering is op zoek naar een nieuwe receptuur. En dit is interessant, als onderzoeker in ieder geval, omdat dan ook de retail en de horecamarkt niet veilig zijn. Want misschien moet catering zich wel opnieuw gaan vinden naar een vraaggestuurde beleving. Ecologisch gezond en dichtbij is niet eens meer leuke bij, wordt een randvoorwaarde. En food is logistiek, data en technologie. Dit zijn de nieuwe cateringpijlers, zeg maar, waarop zij hun klanten gaan vetteren en beleveren, hun gasten moet ik zeggen. En dat ziet eruit, en dan komen we bij het concept van blurring, kanaalvervaging, dat een cateraar misschien wel de horecaleverancier van Amsterdam gaat worden, omdat zij al productiekeukens hebben waarbij ze verschillende maaltijden in zogenaamde dark kitchens kunnen produceren, want in de horeca is geen kok meer te krijgen en daarbij is er vaak te weinig ruimte om grote keukens neer te zetten, daar zet je liever tafels en stoelen neer. Dus wat gebeurt er als de catering een hele nieuwe rol krijgt? En wat gebeurt er dan als wij met onze korte keteninitiatieven gezorgd hebben dat al die lokale producten via de catering Amsterdam binnenstromen? Ja, dat zou natuurlijk een heel mooi idee zijn. Dus dat gaan we doen. Tenminste, dat is de ambitie. En dat begint dus allemaal hier op de Zuidas sinds 1 januari. En stadslogistiek wordt daar heel belangrijk in. Want naast de reguliere problemen van stadslogistiek gaan we dus zien, zowel in de catering, maar ook in de horeca en de hele foodservice, ander soort problemen door corona duidelijk zijn geworden of versneld zijn, vergroot zijn, dat die moeten worden opgelost. En logistiek kan daarvoor dus een oplossing zijn. En dit is ook wat nu gelukkig bij de gemeentes goed vallen, dat ze het niet als een probleem zien van, hey, we kunnen de stad leefbaarder maken als we met een slimmere logistiek gaan ondersteunen. Dus dat wil zeggen dat er geld en ondersteuning vanuit de gemeente komt om dit soort initiatieven op te pakken. Oké, dat gezegd hebben, dan ga ik snel door, want er werd mij gezegd, ik heb een kwartier de tijd en er is zoveel te vertellen, maar dat kan allemaal niet zo snel. Als we dus kijken, we willen een slimmere stadslogistiek en nu vooral gefocust op de catering, dan beginnen we altijd bij de ontvangende klant. Dat is zeg maar iets wat heel belangrijk is. De meeste mensen beginnen bij de producent als ze aan logistiek denken, dat is leuk, maar dat doen we vanaf nu mogen we dat nooit meer doen. Altijd beginnen bij de ontvanger. En die ontvanger die gaat veranderen. Want daar zitten wij hier dus vandaag bij, wat ik vertelde. Onze medewerkers die hier werken, wij zelf gaan op een andere manier met eten om. Wij willen meer lokaal, gezonder en ecologischer. En door corona gaan we misschien ook meer thuiswerken en wordt het wel wat leuks voor onze facilitaire dienst als zij onze lunches thuis gaan bezorgen bijvoorbeeld. Of ik werk veel vaker op andere locaties, misschien moet er meer bezorgd gaan worden. Dus dit zijn trends die zich gaan ontwikkelen zijn. En wie gaat het voor ons doen? De cateraar. En de cateraar control tower, naast de alliteratie, is dit juist een nieuwe functie dat de catering een regisseur wordt van het hele voedselnetwerk. Van de klantbeleving tot aan de productie. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, die productielocaties, dark kitchens, die zouden toegevoegd kunnen worden. Ik weet dat Vermaat daar al druk mee bezig is. Maar ook het afstemmen met hun leveranciers is belangrijk. En allemaal in dienst van de klant, van de consument, van de gast, zodat die lekker kan eten. En nu komen wij als korte ketenmensen het even moeilijker maken. Hoppa, daar zijn ze hoor. Ja, tjaka. We gaan dwars door die supply chains heen. Met onze tractors, als het een beetje tegen zit. De grote vraag is, hoe wordt dit nou opgelost, dit plaatje? En dat kan niet zo zijn, dan zeggen we lokale boeren, regelen jullie het maar. Cateraars, nee, we kunnen het ook niet alleen maar aan jullie overlaten, want dan heb je nog de kantoren die iets ervan gaan vinden. Dus wat er eerste stap is in de verandering, dat is onze uitkomst na meer dan een jaar, anderhalf jaar onderzoek hier, is dat eigenlijk het contractmanagement en de cateraar goede afspraken moeten gaan maken over lokale sourcing en over logistiek. En dit is nieuw. Dit is wel eens benoemd. En mensen zeggen, ja, natuurlijk doen we dat. Maar wordt het ook echt gedaan?
Want dan ga je misschien prijsafspraken of prijzen bespreken, maar ook zeggen, ja, wat is nou het aantal voertuigbewegingen dat er wekelijks bij ons langskomt? Nou, dit soort dingen, daar zijn we echt aan het begin voor, maar dit is essentieel. Want als dit goed geregeld is, dan kan dit zich helemaal gaan vormgeven. Dus daar gaan we naartoe. En waarom is het nou niet alleen zo belangrijk voor de Zuidas? Maar producenten, let op, dit is hoe het er nu voor staat. Meer dan 3000 voetleveranciers. En we hebben gezien in een horecaonderzoek dat ik in 2019 heb gedaan, dat ongeveer 85% van alle producten voor de horeca, die komen hier vandaan, binnen die gele cirkel. Niet alleen bij die foodleveranciers, maar wel bij heel veel van hun. En wat gebeurt er nu? Dit zijn de plannen voor woningbouw. Dus Amsterdam, de regio Amsterdam, wordt gewoon één groot stedelijk gebied, met daartussendoor lokale voedselproductie. En daartussendoor logistiek. En wat komt local uit Utrecht hier nou doen? Die Utrecht is altijd. Ja hoor, daar zijn ze. Nog meer korte ketenstromen. Dus als wij maar blijven rukkelen, zichtloos blijven bestellen, en we doen niks aan die first mile, dan overbelasten wij ons logistieke netwerk, zodat het duurder wordt. Het zal altijd wel mogelijk worden om producten de stad in te krijgen, maar het wordt duurder en de leveringen worden minder zeker. En we krijgen gezeur van, ja, jullie hebben je CO2-uitstoot, die is veel te hoog. Dus hier moeten we wat mee doen. En daarbij in de last mile, en dan kijken we zeker naar de Zuidas, omdat het een mooi voorbeeld is, wat zijn de twee grootste stromen van stadslogistiek? Bouw en horeca, food. En wat zie je hier? Alleen maar bouwputten de komende 10 jaar. En wat zie je daarnaast? Meer dan 100, denk ik, horeca-organisaties die er zitten. Los nog van alle cateraars die er zitten. Dus we hebben gewoon ook een logistieke challenge om die last mile de Zuidas te verbeteren. En hoe gaan we dat doen als de Zuidas niet alleen verbouwd blijft, maar het wordt, nou, ik las laatst dat gelukkig de meeste kantoren niet leeglopen, maar dat er weer nieuwe gegadigden zich gemeld hebben. Ondertussen neemt het aantal toeristen en Zuidas als mobiliteitshub sterk toe. En komen er steeds meer festiviteiten, de markt die er nu is, waardoor het ook een recreatiegebied wordt. En dan willen we nog meer beleverd krijgen. Ja, en dan is mijn eerste vraag, hoe gaan we dat doen als we alles maar op zijn beloop laten? Dus dit gaat verder dan korte ketens, maar de korte ketenstromen die zitten hier tussendoor. Dus daar krijgen we wel mee te maken. Dus er zijn veel problemen, dat is makkelijk te zeggen, maar er zijn dus ook wel oplossingen. En die doen we vanuit de gemeente. Ik werk met de vervoerregio samen, met de provincie samen, rondom hubs, rondom zero-emissie stadslogistiek. En eigenlijk zeggen ze van, we hebben dus die first mile, die moet beter georganiseerd worden. En daarna moet de last mile ook georganiseerd worden en soms gebruiken in een hub. En daar zijn 4 belangrijke puzzelstukjes waaraan alle logistiek moet voldoen. En het interessante is dat in ons Zuidas-project lijkt dit nu ook zo te zijn. Betaalbaar, nou, dat gaat de goede kant op. Zero emissie, vandaag de eerste zending is elektrisch bezorgd, dus dat lukt ook. Digitale connectiviteit, nou, local to local en AMT is eigenlijk een digitaal platform, dus ook dat zit wel snor. En dan komt het ketensamenwerking. En tussen de producenten en local to local zit het goed. Maar hoe zit het nu met de cateraars en met de organisaties, de bedrijven, de kantoren? Dat is de volgende stap. En als we die laatste puzzelstuk regelen, ja, dan gaan we die stadslogistiek ook gemakkelijk oplossen. Zowel die first mile als die last mile uitdagingen. Want de lokale en duurzame inkoop, die bepaalt dus hoe die logistiek eruit komt te staan. Te zien wat ik net vertelde. Dus het is een heel simpel verhaal om te vertellen. Het is alleen ontzettend moeilijk om uit te voeren. Want het gaat om gedrag. Ik noemde net al de ego's van mensen. De business case. Onbekend maakt onbemind. En dus met wat we hier vandaag doen, proberen we dus in ieder geval een eerste verdere stap in het gedragsverandering in te zetten. Dus, om af te sluiten. Je had een vraag, of niet? Ja, ik heb een vraag. Vertel. Ja, tuurlijk. Ja, dat is heel erg lastig, want vertrouwen moet groeien, dat is het eerste. Daarbij, hoe gaat vertrouwen tegenwoordig? Wordt digitaal. Bijvoorbeeld met transparante blockchain-technologie om te zien waar komt een product vandaan.
Maar ja, ga dat maar uitleggen aan een kok. Of ga dat maar uitleggen aan een boer die met hele andere dingen bezig is. Dus dat is heel lastig. En ik denk dat het enige wat er, het belangrijkste ingrediënt wat er voor nodig is, is tijd. Dit kost misschien nog wel 10 jaar om de markt zover te krijgen. En de andere is, we hebben goede voorbeelden nodig. Want dat merk je in de stadslogistiek ook in Den Haag. Ja, ga ik weer buiten 020. Er was één producent, die is gewoon langs 10 van zijn bekende leveranciers gegaan. En iets van 7 strandtenten waar hij aan leverde, voordat hij met pensioen ging. Dus het was iemand de oude rot in het vak. Die is persoonlijk gaan vertellen, mensen, laat nou samen gaan werken. Ja, maar dit en dit. Ja, ik ken de problemen, ik ken de markt, ik heb er lang in gezeten. Maar vertrouw mij nou en doe gewoon even mee. Nou, en die heeft, ook al is het relatief kleinschalig, toch een van de grootste horecabundelingsprojecten van Nederland opgezet binnen een paar maanden, omdat mensen hem vertrouwden. En we hopen dat van wat hij gedaan heeft, dat andere horeca en andere leveranciers zeggen, het werkt, het is handig, ja, dan wil ik erbij horen. En ik denk dat principe, en dat komt hier dus eigenlijk in terug in ons projectplan, dat creëren van ambassadeurs en van goede voorbeelden, dat de eerste stap is. En de tweede is dus heel veel geduld hebben, voorlopig. En daarna komt misschien regelgeving dat het gaat moeten. Maar dat is wel iets wat we pas op het laatste moment nodig hebben, denk ik. Dus ja, dit is wel de grote vraag. En daarom ook deze call to action. Wat een ander heel belangrijk ding is, als consument, wij kunnen die korte keten gaan eten, waardoor die gaat groeien. En als wij er maar vaak genoeg om vragen, dan gaat onze werkgever wel mee en uiteindelijk dan ook wel de boer. Dus we hebben gezien dat goed, gezond en lokaal eten beter is. Dat proeven we straks letterlijk. Maar om dit succesvol te maken, is er volume nodig. En dat was eigenlijk de oproep ook voor vandaag. Mensen, gaan het zelf niet alleen eten, maar zorg ervoor dat je collega's het gaan eten. Zorg ervoor dat je bedrijf het gaat eten. Zodat dus dat vliegwiel aan de gang gezet kan worden. En het begint dus, de kantoren en de cateraars, bij jullie. Jullie zijn echt het startpunt. En wij hopen dat met het initiatiefje wat we hier hebben, dat we jullie kunnen ondersteunen om dit voor elkaar te gaan krijgen. Dus met deze drie takeaways wil ik het graag het beëindigen in ieder geval. En eigenlijk het beëindigen van de presentatie in het eerste gedeelte van ons project. En we gaan van 2022 gaan we in de tweede fase om dus dit tot een groot succes te maken op de Zuidas. En de Zuidas de korte ketenhub van Amsterdam te laten worden. En dan gaan we shinen op het tijdens Food Capital. Dat is een beetje het idee.